hier zijn we weer. Het is hier met Alexia en de mama. We gaan vandaag een kleine roomtour doen. Dit is dus Alexia, haar kamer. Haar kinderwagen. Haar potje. Haar Barbie-auto. Voilà, ze heeft 4 Barbies in totaal. Dit zijn er al 3 van. Dat is een K3 natuurlijk, een Klaasje. Voilà. Daar. Is de deur. We hebben hier ook een rekje. Ja. Dit is haar boekentas. Zij gaat... Ze is vandaag niet gestart met school. Want wij gaan zondag op vakantie. Dus ze start eigenlijk na de vakantie als we terug zijn. We gaan voor een weekje naar Tenerife. Omdat het daar nog code groen is. En dan mag ze naar school. Ze start haar eerste instapklasje. Sorry. Ze heeft een bubbelbadje, hier vrolijke vrienden van. Dit is een mandje, heel tof. Ja, Dora natuurlijk, daar is ze een grote fan van het alfabet. Dat hebben jullie al eens gezien in een dagvlog. Baby. Wat blief? Drinken van de baby. Hier is Peppa Pig, daar is nog een pop aan het slapen. Wacht, Alexiatje, ik denk dat het hier in de mandje zit. Ga jij die zoeken? Wacht, ik ga de mandje op de grond doen en zoek maar. Ik denk dat ik daar net in gestoken heb, Alexia. Voilà, dit is haar bedje, zoals jullie weten in de dagvlog. Oh, daar is die, ja. Slaapt ze niet op haar eigen kamer? Ja, ze is bang. Ik heb al alles geprobeerd. Maar ze wil niet. Hier wonen wij nu een dikke jaar en een half. En ja... Ja, ik weet niet. Ze wil gewoon niet alleen slapen. Maar dat komt nog wel. Ja. Voilà, zoals je ziet, ze speelt wel met poppen. Ik ga allemaal baby's. Oh, wauw. Zeg, wat ben jij een goede mama, hè, Alexia. Voilà, zo speelt ze. Ziezo, dit is haar kinderkamer dus. Het is niet heel groot, maar het is mooi genoeg. We hebben ook airco laten installeren. Omdat de zomers in België gewoon zo warm zijn tegenwoordig, dat we daar gewoon niet meer zonder kunnen. We zullen haar kledingkast ook eens laten zien van binnen, maar niet vandaag. En dat komt gewoon puur omdat wij nu in het wissel zitten van zomer naar herfst-winter. En we zitten nu nog in een kleine overgang. We hebben nog niet alles aangekocht. Van het moment dat alles aangekocht is en mooi in de kast hangt. Die water... Ik denk dat dat beneden is. Maar geef ze anders een beetje melk, Alexia. Het is al bijna middag. Ah. Ah, ja, hé. Oké. Okay. Waar is ze grote fan van? Wel, Dora was heel lang een grote favoriet. Montjetjes hebben we er ook wel wat van. Ook een baby daarvan. Oh ja, van wat nog? Ze is eigenlijk nu heel veel op YouTube bezig. Dat zijn twee vloggers, een broer en een zus, Roma en Diana. Dus ook daarom denk ik dat ze een broertje wilt. Heel grappig. Voilà, dat kijkt ze. En Oddbots. Dat zijn zo gekleurde mannetjes. Wat blieb? Ja, waar heb je dat gedaan dan? Ik weet niet, hè. Moet je zoeken, Alexia. Waar heb je dat gedaan? En hij heeft ook een tutje. Daar zie je water. Is hij daar? Ja. Oké. Okay. Een lepeltje. Nee, heb je ze al eten gegeven? Daar zie je niet gedaan. Dan heb je misschien daar terug in gedaan. Voilà. Het is een grote beer. Ja, oké. Okay. Ik denk dat ik er rond ben. Hè? Het is een kort filmpje. Maar voilà, zo hebben jullie ook een... Klein. Het is zo'n maxi-cozy. In de tijd dat geen corona was, nam ik het ook vaak mee in de auto. Want haar baby moest mee. Maar dat is nu. Nu rijden wij niet zo vaak in de auto's. Omdat wij veel thuis zitten eigenlijk. Oké, voilà. Bij deze fijne dag nog verder. Voilà. Dat zijn de kroontjes. Ja, en haar boekentas is ook echt wel een toffe. En trouwens, even nog snel bijdoen terug. Leuk, hè? Voilà. Allee, fijne dag nog. Bedankt om te kijken. Tot ziens. Dada!